Helemaal welkom terug bij een nieuwe video. Als je graag wil weten hoe ik nu mijn make-up doe in 2023, blijf dan zeker kijken. Als eerste start ik eigenlijk gewoon met mijn skincare producten. En vandaag gebruik ik deze twee, dat is een dagcreme. En dan nog een soort van olie dat vitamine C bevat. En dat zorgt dat mijn huid echt gewoon veel zachter wordt. Ik gebruik deze dagcreme namelijk van de Body Shop. Een beetje hier. Laat ik het echt gewoon gaan openbuigen. Ook nog aan de andere kant. Nog een klein beetje bijpakken voor mijn voorhoofd. Ik gebruik ook de bijpassende serum. Nu ga ik een klein beetje hier rollen. En dan ga ik het ook weer lekker uitsmeren. En dan nog een klein beetje op mijn voorhoofd. En nu blinkt helemaal mijn gezicht gewoon. En nu laat ik dit eigenlijk gewoon een beetje intrekken. En dan start ik eigenlijk gewoon mijn make-up doen. Nu dat dit wat eventjes is ingetrokken, ga ik starten met mijn make-up. Ik heb helaas eigenlijk geen primer meer, dus deze moet ik eigenlijk gaan aankopen. Maar ik ga beginnen met mijn foundation. Ik gebruik de foundation van Morphe 2, Hint Tint Skin Tint. En die doe ik namelijk eerst op een kwast. Dus ik doe het altijd op zo'n kwast. En dan ga ik daar een beetje op doen. Niet te veel, ik wil niet dat het echt morst. Maar niet te veel al sinds. En dan ga ik dit gaan verspreiden op mijn gezicht. En een goede skincare heb ik gemaakt. Dat echt helpt ook gewoon mijn make-up beter doen laten uitzien. En ook mijn make-up glanst dan nog steeds. Maar niet moet zeggen van, oh, alleen dat je make-up na zoveel tijd gelijk niet meer zo goed zit. Maar gewoon puur onder mijn huid gewoon. Ja, zeer goed is, verzorgd en gevoed is enzovoort. Dat het echt ook gewoon glanst. En nu ga ik dit echt gewoon overal gaan verspreiden. Ik heb niet echt een bepaalde volgorde of zo hoe ik mijn foundation aanbreng. Ik doe gewoon altijd een beetje altijd gewoon bij. Dat ik niet te veel heb voor in één keer. En dan ga ik daar gewoon haar aan aanbrengen. En dan natuurlijk ook niet de hals vergeten. En dan ga ik dit gaan uitblenden met een beauty blender. En daar heb ik gewoon de foundation er eigenlijk gewoon in. En je ziet dat ik echt nog blink. En dat is echt gewoon dode skincare. Als de foundation erop zit, start ik met de concealer. Ik gebruik de concealer van Morphe 2. En dan ga ik het gaan aanbrengen waar ik allemaal onzuiverheden heb. En dat is meestal op de kin. En zo ja, onder mijn ogen voor de donkere wallen. Maar hier heb ik namelijk een pukkel. En deze ga ik dan eventjes wegdoen. En een klein beetje hier. En dan onder mijn ogen. En deze ga ik dan gaan uitblenden met de beauty blender. En dit doe ik ook gewoon een deppende beweging. En dan deze spreid ik het dan meer uit naar de buitenkant. En dan ook een beetje naar mijn neus toe. En hetzelfde gewoon aan de andere. Dan ga ik alles gaan afpoederen. Ik gebruik de BK Settings Power van Morphe. Ik heb een losse poeder, dus ik ga gewoon met mijn kwast in zo'n potje. En dan zit het er echt zo uit, want dan ga ik het nog een keer zeker het afkloppen. En dan dep ik ook gewoon de poeder rond het foundation op. En dan is het best dat je gewoon dept en niet wrijft. Ik ga jeuk aan mijn neus. Niet leuk. En ik ga voor zeker een klein beetje doen. Natuurlijk moet alles goed gepoederd zijn. Nu namelijk een nieuwe bronzer. Maar die had ik gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb deze bronzer in de kleur Tropical 10. En die klop ik af. En dan ga ik eigenlijk niet meer echt hier echt omhoog. Maar ga ik gewoon echt mijn jeukbeenderen volgen. Omdat ik dat toch wel het mooiste ben uitkomen. Ik denk ook gewoon puur omdat ik nu ouder ben dat mijn smaak van hoe ik mijn make-up doe veranderd is. Deze is wel zeer gepigmenteerd. Dus je moet er wel altijd wel een keer mee opletten. Dat je niet te veel doet. Op camera lijkt het nog donkerder, maar ik ga hem ook een klein beetje gewoon uit omblenden met de beauty blender. Dat hij toch wel mooier valt, laat ik het zo noemen. En dan ga ik ook mijn voorhoofd wat bronzer geven. En dit haal ik van hier gewoon. En deze dan ook een klein beetje meer. En dan ga ik ook hier van onder doen aan de kaaklijn. En dan zo'n klein beetje achter mijn oren ook. Dat je echt het effect doortrekt. En dat is voor de bronzer. En nu stap ik over naar de blush. Deze is namelijk ook een nieuwe. Deze heb ik ook trouwens gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb zeer veel nieuwe producten gekregen voor mijn verjaardag. En deze heb ik de laatste tijd ook gewoon toegepast in mijn routine.
Ik vind vooral de blush echt gewoon mooi, want het is ook mooi mat is. De beauty blender een klein beetje over. Nu dat mijn volledige basis erop zit, ga ik een setting spray gebruiken. Dus dit gaan we nu doen. En dan pak ik er ook altijd zo een kartonnetje bij. En ga ik echt gewoon gelijk een waaier het laten doen indrogen. Ik gebruik namelijk het James Charles palet in samenwerking met Morphe. Ik ga dan nu beginnen aan mijn oogschaduw. Ik ga namelijk deze kwast gebruiken. En ik ga in de kleur dit soort roze. Ik ben echt gewoon de namen vergeten, sorry. Maar ik ga wel in deze soort. En dan klopt het ook eventjes af. Maar begin is gewoon, ik start aan de buitenkant. En ik ga wel mijn acrale boog volgen. En dit doe ik gewoon heen en weer, heel de tijd. Tot wanneer ik zie dat overal wat oogschaduw is. En dan ga ik beginnen echt gewoon uitblenden. En ervoor zorgen dat de oogschaduw omhoog valt. En tijdens dat ik ook begin uit te blenden, begin ik ook zo ronddraaiende bewegingen te doen. Ik ga ook even mijn ooglid volledig inkleuren. Want dit palet is echt zo gepigmenteerd. Dus ik moet er echt wel mee opletten. Ik ga maken dat het niet volledig mijn gezicht bedekt is uit de spiegel. Maar nu zorg ik gewoon dat de buitenkant wat zachter is. En niet zo'n harde lijn heeft. Dan neem ik ook een kleinere kwast bij. Ik weet niet of je het goed gaat kunnen zien. En dan gebruik ik dit eigenlijk gewoon voor de buitenkant. Of nog iets meer uit te blenden. En het zit wel een beetje zwart op. En dat zorgt ervoor dat de binnenkant wat donkerder is. Ik gebruik namelijk voor de binnenkant zo een kwast. Waar ik gewoon zo een glitter oogschaduw kan opdoen. En dan ga ik eigenlijk gewoon in de kleur dat ik ook gebruik voor als highlighter eigenlijk. En dan ga ik dit gaan aanbrengen aan de binnenkant. En zo over naar het donkere. Dat ze een mooie overgang heeft. Hetgeen dat ik nu ga doen, brengt eigenlijk het grootste verschil van hoe ik het eigenlijk altijd deed en hoe ik het nu doe. En dat is dus deze eyeliner. En het heeft namelijk zo een kwastje. Het is zo geen penneke, maar het is echt een kwast. En dit vind ik echt gewoon makkelijk om aan te brengen. Maar hetgeen dat ik eigenlijk gewoon doe, is eigenlijk gewoon een lijn trekken. En dan van dat punt ga ik eigenlijk gewoon volledig gaan doortrekken. Waarvan dat wat dikker is, dus ga ik eigenlijk gewoon echt op mijn ooglid ook het gewoon dikker maken. En dan ga ik ook altijd de binnenkant van mijn oog echt meetekenen. Als jullie zien wat ik echt bedoel. En dat is eigenlijk hoe ik mijn eyeliner gewoon doe. Maar daarom dat ik mijn highlighter pas op het einde doe. Hier heb ik altijd een klein beetje oogschaduw. Dan ga ik eigenlijk gewoon mijn concealer er gaan verzorgen dat het echt gewoon mooi flik is. Nu ga ik zo een kwast gebruiken en daar ga ik een klein beetje concealer op doen. En dan ga ik eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat dat klein beetje oogschaduw weg is. En dan ga ik nu mijn beauty blender gebruiken en gebruik ik eigenlijk zo de platte kant. En zorg ervoor dat dit wat mooier is ingeblend. En daaraan zie ik ook meestal hoe ver ik nog kan gaan met mijn oogschaduw. En dan ga ik eigenlijk gewoon mijn kleine kwast pakken en dan hier het einde nog een klein beetje meer aan verder doen. En dan heb je gewoon dit. Maar ik zie ook zo allemaal nieuwe technieken passeren op mijn For You page. Met zo speciale plakkers dat ze gebruiken. Om ervoor te zorgen dat het echt snitcht. Dus de oogschaduw. En dan zo de eyeliner. Aan te kijken wat toe te passen. Maar voorlopig heb ik nu niet direct of zo het gevoel van let's do that. Maar nu ga ik nog het andere oog doen. Dat de ooglook er bijna als alles erop zit, ga ik eerst beginnen met een lijntje onder mijn ogen te doen. Want sinds kort doe ik eigenlijk de combi, omdat ik dat echt mooi vind. Omdat ik zo blauwe, grijze ogen heb. En dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat mijn ogen nog beter uitkomen. Nu ga ik gewoon in een zwarte kleur. En ga ik eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat ik een zwart lijntje kan trekken. Dan trek ik een klein beetje dit naar beneden. En dan ga ik gewoon een lijntje tekenen, zodat het gewoon zichtbaar wordt. En nu kunnen jullie echt wel al een verschil zien van het ene oog en het andere oog. Als dit gebeurd is, dan ga ik eerst mijn wenkbrauwen doen. Want deze moeten nog namelijk gebeuren. Normaal gezien doe je het omgekeerd. Maar ik heb de slechte gewoonte dat ik eerst mijn ogen doe en dan mijn wenkbrauwen. En dan ga ik in een kleur dat dichtst bij mijn natuurlijke haarkleur ligt van mijn wenkbrauwen. Ga ik voor onder doordrukken. De staart. En dan ga ik dit gaan uitfijnen. En meer naar de voorkant ga ik ook echt wel voor zorgen dat het wat bleker is. Tegen
I'm back. Sorry, want mijn opslag was vol. Ik moest wat dingen verwijderen. En nu heb ik de ene kant al gedaan, zoals je kunt zien. En nu moet ik nog de andere kant doen. Maar dit ga ik snel doen. Nu ga ik trouwens overstappen naar de mascara. Maar bij mij heeft dat niet echt veel effect, vind ik. Want ik heb echt korte wimpers en weinig wimpers. En fake wimpers kan ik namelijk niet verdragen, omdat ik allergisch ben aan lijm. Ik gebruik deze van BA Creative Makeup. En ik ga het even zo naar mijn kast. Het heeft zo'n dikke borstel. En dan start ik eigenlijk gewoon met mijn wimpers omhoog te doen. Ik weet niet of jullie echt een verschil zien nu. Het heeft niet zoveel verschil, maar ietske. Maar ik moet zeggen, van afstand zien jullie echt volgens mij echt geen. Nu dat mijn ogen en mijn wenkbrauw volledig klaar zijn, start ik eigenlijk gewoon met de highlighter. En dan ga ik gewoon in dezelfde kleur dat ik gebruikt heb eigenlijk als oogschaduw. Zo de glitterkleur. En dan spetter ik er een beetje. Spetter ik er eigenlijk gewoon een beetje zettenspray op. En dan ga ik eigenlijk het gaan aanbrengen. En dat is eigenlijk wat ik mijn highlighter doe. Niet echt speciaal voor de rest. En dan juist nog mijn lippen, want sinds kort doe ik ook echt mijn lippen en ik heb echt een favoriete kit gevonden dat echt lip liner, lipstick en lipgloss is. Die ga ik eventjes bijhalen. Namelijk deze. En het is echt van Morphe gewoon. Het is zo gelijk de lipkits van Kylie Jenner. En ik heb nu deze van Morphe en I'm in love with that. Het eerste wat ik eigenlijk gewoon begin is eigenlijk de twee puntjes. Ik ga eigenlijk gewoon een X gaan tekenen. En dan ga ik eigenlijk van het bovenste doortrekken naar van onder. En dat doe ik ook aan de andere kant. Nu ziet het er echt raar uit. Lippenstift niet op heb. En nu stap ik over naar de lippenstift. Dat is namelijk dit soort kleurtje. Ik hou echt van dit soort kleurtjes. In de zomer is het anders. Maar echt in de winter hou ik echt van deze soort. En dit is eigenlijk ook mijn lijn. Dit is eigenlijk ook nu mijn make-up doel. Zoals je kunt zien is mijn haar ook echt veranderd. En is er echt een vibe going on. Ik hou echt nu van deze make-up look. Het is nog leuker als ik het kan afwerken met juweeltjes enzovoort. Maar dit is dan hoe ik mijn make-up nu doe in het gewoon dagelijks leven. Als ik moet gaan werken enzovoort. Of als ik TikTok video's maak. Want dit is gewoon standaard mijn make-up look voor mijn TikTok video's. En ik kreeg zeer veel vraag naar van hoe ik mijn make-up nu doe. En hoe ik mijn eyeliner doe. En daarmee dat ik dacht. Van, laten we gewoon deze video opnemen. Dus hopelijk vond je het super leuk. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor nieuwe video's. Vergeet zeker niet een dikke duim omhoog te geven als je deze video super leuk vond. Vergeet ook zeker niet een comment achter te laten in de reacties. Bedankt om te komen kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Bye bye.